leuk dat je kijkt. Zoals je waarschijnlijk aan de titel kan afleiden, is dit weer een pashokje shoplog video, jullie favoriet. Ik zal eerlijk zijn, ik film dit naderhand. Ik ben dus al in Amsterdam geweest. Nou, ik pas ook shoplog in Amsterdam. Maar ik was helemaal vergeten een intro te maken. En ik vind het ook zo raar om dan in één keer te beginnen in de winkel. Dus ik dacht even een kleine introductie. Ik ga dus shoppen met Kimberly in Amsterdam. En ik kan jullie alvast vertellen dat ik ontzettend goed geslaagd ben. Voor de rest moeten jullie gewoon maar lekker verder kijken. Dus zonder nog veel meer woorden aan vuil te maken, let's go! Ik ben nu bij de JD Sports en ik heb dit broekje aan. Maar ik vind hem eigenlijk een beetje tegenvallen. Want ik had verwacht dat hij heel erg schuin zo afgesneden zou zijn. Maar ik vind hem zo van voor eigenlijk toch wel best wel rechter uitzien. En ik zie hier eigenlijk dat mijn bil er een beetje uit begint te hangen. Dus nee, ik vind het toch niet heel flatteus. Voor de geïnteresseerden, dit is een maat S. En hij is 30 euro. En next is deze bikershort van Adidas. Ik vind het op zich wel grappig om even mijn jas bij aangetrokken omdat hij ook rood is. Vind ik het wel een lekker stijltje, alleen ik vind hem mij niet zo leuk staan. Misschien is hij een beetje te klein. Het is volgens mij een maat S, maar ik kan het niet zo duidelijk opmaken aan het kaartje. Dus misschien zou hij een maatje groter moeten, maar die is er volgens mij niet. En ik kan er niet echt achter komen wat hij kost eigenlijk, want er zit geen prijsje in. Heel apart. Maar ik vind dit stijltje wel leuk. Ik ben nu bij de Urban Outfitters en ik heb dit topje aan die ik echt best wel geniaal vind. Alleen hij is gewoon te wijd. Terwijl dit een maat XS is, maar ik vind dit niet zo mooi. Dat is zo limited hier. Ik vind hem eigenlijk ook een beetje aan de dure kant. Want hij is 29 euro, maar ik vind hem wel leuk met dit lookje ook. Ja, het werkt wel vind ik. Alleen ja, toch een beetje wijd voor mij. Oké, tweede item is deze bandeautop van Adidas Velvet. Ja, dit wordt hem obviously niet, want hij is echt te klein. Een beetje een underboob situation. En sowieso vind ik het toch wel heel heftig. Ik wil het gewoon even proberen, maar ik zie mezelf dit toch niet echt dragen. Ja, ik had het even bij zo'n trainingsbroek gedaan, omdat ik het wel grappig vond zo samen. Maar ik vind het wel heel erg benieuwd. En die broek is van Fila. Die vind ik wel oké. Maar eigenlijk ook niet bijzonder genoeg. Hij heeft van die grote zakken aan de zijkant. Maar ik weet eigenlijk niet of ik vind dat dat echt iets toevoegt. De top is trouwens een maat S. Maar die is dus obviously te klein. Alleen ik denk ook niet dat hij veel groter moet. Want dan zou hij te wijd worden. Maar hij zou gewoon wat langer moeten. Hij kost trouwens 32 euro. Vind ik eigenlijk ook best wel duur voor zo'n klein lapje stof. Deze Fila broek kost 62 euro en is een maat S. Maar nee, vind ik toch niet speciaal genoeg. Het is oké. Volgende item is deze velvet body van Fila. Die ik eigenlijk best wel fantastisch vind. Ik vind hem wel een beetje aan de dure kant. Hij is 49 euro. Maar ik vind hem wel heel leuk. En hij is zo lekker zacht. Dit is trouwens een maat XS. Ja, ik vind het wel leuk. Wat ik ook gewoon heel fijn vind, is dat die bandjes verstelbaar zijn. Dus ik kan hem eventueel nog wat verder ophijzen. Of meer naar beneden. Maar zo is hij voor mij eigenlijk wel goed. Vind ik wel een hele leuke. En dan deze broek. Ja, ik vind het idee denk ik leuker dan de uitvoering. Hij is voor mij toch een klein beetje te kort als ik eerlijk ben. En ik vind hem hier toch ja, een beetje groot of zo. Dit is een maat S. Ik heb hem even wat dichter gezet, zodat jullie de broek wel beter kunnen zien. Ik weet niet, ik vind hem denk ik in deze area wat te groot. Misschien zal een XS beter zijn, alleen dan wordt hij ook nog korter. Terwijl ik hem eigenlijk al een beetje te kort vind. Maar hij is wel in de aanbieding nu. Volgens mij gaat er 30% korting vanaf. Er zit zo'n oranje flap aan van Urban Outfitter Deals. De gewone prijs is 89 euro. Ja, ik vind het ook wel een lookje zo. Ja, wel jammer, maar hij is echt gewoon een beetje aan de korte kant. En dit, ja, de new. Volgende item is deze mesh top van Urban Outfitters eigen merk. Ik had hem eigenlijk in gedachten met een crop top of zo eronder. Maar nu ik zomaar een Love Stories BH'tje eronder heb, vind ik dat eigenlijk ook wel weer wat hebben. Ik vind hem alleen wel een beetje expensive. Hij is 32 euro. Het is trouwens een maat XS. Maar ik vind hem wel leuk. Gewoon een fijne basic. Ik kan er gewoon best wel veel dingen onder doen. Ik vind het een heel leuk kleurtje. Het is not too much. Weet, het kan ook gewoon heel goed met neutrals, zoals deze broek. Ik vind hem wel leuk. Maar een beetje prijzig. Misschien dat ik hem even ga onthouden of zo. Dat ik hem misschien later nog ga halen. Afhankelijk van wat ik nog meer ga halen vandaag. Dat is wel leuk. Ik heb nu dit vest aan en ik had er eigenlijk wat meer van verwacht. Op de hanger leek hij heel leuk, want hij een beetje rondloopt zo. Maar ik vind hem een beetje slonzig of zo nu. Hij is wel in de aanbieding, daarom vond ik hem ook erg leuk. Want hij is afgeprijsd van 69 euro naar 32 euro. Maar ja, het oog wil ook wat. Ik vind hem niet leuk genoeg. Dit is trouwens een maat S.
Ja, nee, vooral zo met deze broeken bij vind ik het wel heel erg opa. En dan heb ik nog deze jas. Maar ik vind hem een beetje rommelig of zo. Een beetje slonzig. Vooral zo aan de onderkant komt ook omdat hij gestreken moet worden of zo. Maar het stofje is ook gewoon een beetje viezig. Ik vind het idee denk ik leuker dan de uitvoering. Zo'n soort jas wil ik nog wel graag. Maar dit is hem niet helemaal. Hij is wel in de aanbieding voor volgens mij 142 euro naar 89 of zo, 85. Maar het is hem niet helemaal. Dit is trouwens een maat XS. Dus hij valt ook wel redelijk groot. Ik vind dat ik nog wel zo'n soort jas moet hebben. But this is not it. En het allerlaatste item, die vind ik echt super leuk, is deze fanny pack van Fila. Zit hem wel een beetje expensive, maar ik denk op zich wel dat ik hem vaak gedraag. Hij is 49 euro. En in lengte verstelbaar trouwens. Die is aan de achterkant, weet je het ook al zien. Maar die vind ik dus juist leuk bij zo'n soort jas. Dat sportieve met dat klassieke. Ja, heel leuk. Wij zijn nu bij Laura Dolls. En ik heb zojuist een van mijn allermooiste aankopen ever gedaan. Namelijk deze Burberry jas. Ik ben dol gelukkig. Hij kostte maar 115 euro. Hij is echt super mooi. Ze hebben hier echt veel vaker Burberry jassen voor dus hele goede prijsjes. En wat ik net hoorde, ze zijn ook nog eens beter dan de nieuwe Burberry jassen. Dus ja, alle reden om voor een vintage Burberry jas te gaan. Ik ben echt helemaal in love. Het is wel echt een aanrader. Ook trouwens als je op zoek bent naar feestkleding hebben ze ook echt hele leuke dingen hier. Oké, noem me gek, maar ik ben nu bij Arquette. Het is een concept van H&M. En ik heb alweer een jas aan. En ik ben helemaal verliefd. Ook nog steeds verliefd op die Burberry jas. Die heb ik meteen maar even aangedaan. Oh, maar deze is ook echt heel erg mooi. Alleen het insane detail is dat die gewoon duurder is dan een Burberry jas. Deze is namelijk 290 euro. Maar het is wel echt kwaliteit. Het is echt heel mooi. Het zit hem echt gewoon in de details. De stof, hij is echt zwaar. Het is trouwens een maat 34. Alleen ik kreeg dus van An Other Stories een mailtje dat ze morgen met de sale gaan beginnen. En aangezien het ook een concept is van H&M en An Other Stories ook. En hoop ik dat Arquette misschien morgen ook met de sale begint en dat deze in de sale komt. Dus ik denk dat ik hem online in de gaten ga houden. Want het gaat me gewoon echt te ver om nu nog eens 290 euro uit te geven aan een jas. Terwijl ik net een Burberry jas heb gehaald. Maar ik vind hem wel heel mooi. En dit is wel weer even anders. Want die Burberry jas is meer een tussenjas. En dit is echt gewoon een goede winterjas. En ik zocht echt nog wel zo'n pleatcoat. Ik vind deze in ieder geval wel 100 keer mooier dan die van de Urban Outfitters. Ja, I do really love it. Volgende item is deze legging biker short idee. Die ik gelijk even helemaal heb afgestyled met mijn Fila tasje erbij. Ik vind dit echt zo'n lekker lookie. En even credits aan Kimberly. Ik had het tasje eerst zo. En Kimberly zei misschien moet je hem gewoon echt zo om je waist doen. En dat is leuker. Dus puntjes voor Kimberly. Dit is een maat M. Ik had net een maat S aan. Alleen dan gaat hij hier een beetje knijpen of zo. Dus dit is wel beter. Hij kost 39 euro. Ja, ik vind het wel een lekker lookje op zich. Het is een beetje fout, maar ook wel leuk. En Kim zei het is wel echt net wat voor jou. Want je hebt een hekel aan knieën. En die verbergt hij. En dat klopt wel. Ik vind mijn knie altijd zo lelijk. Van die zakjes of zo. Dat is een leuk kleurtje. Ja, 39 euro. Wel een klein beetje prijzig voor wat het is. Maar ach hè, die jas kost 290 euro, dus dan valt het wel weer mee. Nou, het gaat een beetje te goed hier, want ik heb nu een blouse aan die ik ook heel leuk vind. En ik vind dit hele lookje leuk. Vooral met, kijk, ook nog mijn tas erbij van Louis Vuitton. Ja, ik vind het helemaal leuk. Alleen, ik heb dus gewoon geen flauw idee wat die blouse kost. Er staat geen prijsje meer aan. Dit is trouwens een maat 34, dus het valt lekker oversized. Het is wel heel mooi, maar ik ben bang dat ik het prijsje niet leuk ga vinden. Want het ligt hier wel wat hoger. Het zijn wel echt mooie kwaliteiten hoor. Alleen, ja, ik moet wel even beslissingen maken. Ik heb die Burberry coat al gekocht. Ik wil dit broekje hebben, is 39 euro. Ja, en ook nog die blouse. Eigenlijk wil ik die jas ook, maar dat ga ik vandaag echt niet doen. To be continued. En dan heb ik nog deze sport BH, die ik ook gewoon als normale BH zou gaan dragen. En die misschien ook gewoon trouwens leuk is met een blazertje. En dan bij dit. Het is eigenlijk ook wel gewoon weer een lookie. Damn it, ik vind gewoon alles leuk hier. Deze kost 25 euro en dit is een maat XS. Ik vind het wel heel fijn dat hij zo goed past. Want ik ben altijd een beetje bang dat ik vrij smal ben, maar wel de boobies heb. Dat het niet gaat passen, maar ja, gezondheid. Sorry. Ja, ik vind het wel looky, maar ik moet toch ergens even de lijn trekken. Dus ja, maybe later is goed om te onthouden. Ik kan altijd nog online bestellen. Ik vind het echt een heel lekker kleurtje.
Zit ook super nice. En ze hadden er trouwens ook een legging van, maar die is niet meer in mijn maat. En vond ik het echt super leuk bij elkaar. Gewoon een lange legging voor de sportschool. Of lekker onder je broek. Ik draag heel graag leggings onder mijn broek. Oké, laatste item bij Arket vind ik ook fantastisch. Namelijk deze boiler suit. Dit is maat 34 en hij kost €150. Dat is wel echt van hele mooie kwaliteit. Enige minpuntje is, ik ben wel een heel klein beetje te lang hiervoor. Hij trekt hier een beetje en hierachter. Dus hij geeft een soort ja, wedgie en camel toe als ik niet oppas. Maar wat ik op zich dan wel weer fijn vind, is als je een beetje een wedgie geeft, dan lift het je kont wel mooi. Maar goed, het zit niet heel erg plezant. En dan voor €150, ja, dan moet hij eigenlijk gewoon wel echt goed zitten. Ik vind het wel echt mooi. Ook, ik vind het wel fijn dat je dit zo een beetje zo van, nou, zo zou ik dan in vrije tijd dragen. En kan je ook naar werk, dan doen we dit. I like it. Vind het ook echt leuk met die laarsjes. Maar nee, deze gaat niet mee, want het zit niet heel plezierig. Hoe leuk is dit tasje? Hij is €59, maar hij is best wel zwaar. Dus het is eigenlijk niet zo praktisch. Wel heel leuk, bij And Other Stories. En deze riem vind ik ook geweldig. Wel een beetje prijzig, maar het is dan wel echt leer, denk ik. €49. Heel leuk. Deze oorbellen zijn ook zo leuk. Ze zijn €19. Oh my god. Hoe fout en tegelijk hoe leuk is deze bril? Hij is echt massive in de sale. Hij kost €29 en is nu €6. Lekker voor een festivalletje of zo. Ik ben nu bij And Other Stories en ik ben alweer verliefd geworden. Maar ook dit is een verboden liefde, want het is echt gewoon te duur. Hij kost namelijk €250. Het gaat dus om deze broek. Het is een maat 36. Het is wel echt leer hoor, dus op zich vind ik het niet eens een heel rare prijs. Alleen, ja, considering wat ik nog meer al heb uitgegeven vandaag. En dat ik nieuwe extensions moet. Het lijkt me niet een heel goed idee. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Leuke fit, leuke kleur. Nou ja, mooie stof uiteraard. Minder leuk prijsje. Maar op zich ben ik het wel met het prijsje eens. Maar mijn portemonnee is het er niet mee eens op het moment. Misschien in de sale. I do really like it. En item nummer 2 bij And Other Stories is deze boiler suit. Deze is €79, dit is maat 34. Ik vind het wel heel leuk, maar ook deze is een klein beetje te kort. Eigenlijk minder erg te kort dan die andere, maar toch krijg je hier veel meer een visible soort camel toe in. Om het maar gewoon te noemen zoals het is. Ja, ik vind hem wel leuk, maar niet leuk genoeg. Het is wel een leuk stofje trouwens, kijk, is rip. I like it, but I don't love it. Dus dan laat ik hem hangen. Hoe fout, maar hoe leuk is dit tasje bij de Mango? Hij is wel even €70. Dat vind ik wel een duur grapje, maar hij is wel echt fucking cute. Is ook al zo'n leuk tasje, is €50. En deze vind ik ook vet leuk. Deze is €40. Oh, I want it all. Ik ben nu bij de Mango en ik heb eventjes deze waist belt om een Burberry jas heen gedaan. Ik vind het minder succesvol dan het in gedachten was. Maar ik vind het wel een leuke riem, maar niet op deze jas heen. Hij kost €19,99. Dus geen echt leer, maar kost dan ook niet zoveel. Hij is wel leuk, maar ja, niet hiermee. Oké, herkansing met een andere riem. Deze vind ik een stuk succesvoller. Ook deze is €20. Ik vind alleen, weet niet of ik die flap wel zo gezellig vind. Beetje raar misschien. Leuk geweest dat die denk ik zo ging. Maar ja, weet het niet. Misschien is het ook wel leuk. I don't know, wat vinden jullie? Ik kan ook wel even over nadenken, want het is ook wel online verkrijgbaar. En dit is een maat S. Die andere riem was een maat M. Ja, ik weet niet. Het is een beetje te veel of zo. Zo was hij misschien leuker geweest. Maar ja, het is wel de kleinste maat, dus veel beter wordt het ook niet. Dunno. Ik heb nu dit boiler suit, of jumpsuit, hoe je het ook maar wil noemen, aan bij de Mango. Deze kost €70 en dit is een maat XS. Ik vind hem wel leuk, maar ook deze is wel een beetje kort. Of ik ben te lang, het is maar net hoe je het wil zien. Ja. Nee, ik vind hem wel leuk, maar nog niet leuk genoeg dat ik nu zeg, yes, ik koop hem. Komt misschien ook doordat ik voor mijn gevoel al best wel veel gekocht heb. Dus ja, misschien een andere keer en anders kan hij online ook nog wel. Maar dan heb ik tenminste even gepast en dan weet ik dat dit een goede maat is. Ik ben inmiddels weer terug uit Amsterdam, zoals jullie kunnen zien. Het was ontzettend gezellig met Kimberly en ik ben ook heel goed geslaagd.
Ik ga jullie nog eventjes één voor één laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Om te beginnen met dit Fila tasje van Urban Outfitters stond al een tijdje op mijn verlanglijstje. Dus toen ik hem zag dacht ik, yes, die moet ik hebben. Ik heb hier €44,10 voor betaald en dat is met 10% studentenkorting. Want ik gebruik stiekem mijn studentenpas nog steeds om studentenkorting te krijgen. Ja, ik vind het super handig. Het is natuurlijk hartstikke praktisch. Je kan hem zo dragen of je kan hem als een bumbag dragen, dus om je heupen heen. En ik vind het juist leuk om hem dan te dragen met wat nettere items, zoals met de trenchcoat die ik heb gehaald, die ik jullie zo meteen nog uitgebreid laat zien. Bij Arket heb ik dit taupekleurige fietsbroekje slash yogabroekje gehaald. Very Kim Kardashian. Zit heel erg lekker en ik vind het echt een hele mooie lengte. Zo precies tot mijn knie, want ik heb dus een hekel aan knieën zoals ik al vertelde. Dus ja, voor mij is dit echt perfect. Hij kost €39, vind ik wel redelijk aan de prijzige kant. Maar het is dan wel de perfecte lengte. Het is een mooie kleur, hij zit heel erg lekker. En nou ja, €39 kan ik nog wel missen. Dus ik ben er blij mee. En ja, dan natuurlijk het allertofste item wat ik heb gekocht. Ah. Deze Burberry jas. Ja, ik ben er zo ontzettend blij mee. Het stond al een tijdje op mijn verlanglijstje. En ik had er bijna eentje gekocht via Vestiaire Collective. Echt precies zo'nzelfde. Voor €350. Maar ik heb deze dus voor €115 bij Laura Dolls gekocht in Amsterdam. Dit wordt vanaf nu echt vaste prik voor mij om daar even langs te gaan. Want ze hebben sowieso hele mooie dingen. Ze hebben dus Burberry jassen, maar je hebt ook hele mooie feestkleding. Ik heb dit jaar een trouwerij. Dus ik dacht, misschien kan ik daar nog wel een leuke jurk vinden. Ik ben sowieso van plan om binnenkort weer naar Amsterdam te gaan. En dan ga ik sowieso daar langs. Ik ben echt verliefd. Het is dus een vintage Burberry. Dus er staat ook in Burberry's. Dat is dus geen namaak of replica of zo. Google het maar. Dat is hoe ze het een tijdje hebben genoemd. En de vrouw in de winkel zei bovendien dat de Burberry jassen vroeger van veel betere kwaliteit waren dan nu. Dus ze zijn nu ook nog eens veel duurder dan vroeger. Want je betaalt nu zo €1000 voor zo'n Burberry trenchcoat. Ze zei zelfs dat er vorige week een vrouw in de winkel was die een nieuwe Burberry jas had. Dus daar heeft ze ongeveer €1000 voor betaald. En die daar ook nog het vintage Burberry jas had gekocht bij hun. Omdat ze die stof gewoon veel mooier vond. En ja, deze kost dus €115 en de nieuwe kost zo €1000 plus. Ik vind het ook gewoon mooi met vintage designer items. Dat het gewoon een verhaal heeft. Ja, ik hou ervan. Ik koop het liefst vintage. Scheelt een heleboel geld. Heeft een verhaal. Ja, helemaal leuk. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. En ik zou het zowel heel klassiek gaan dragen. Als bijvoorbeeld met een kappa riem of zoiets. Of met het Fila tasje eroverheen. Ik heb hier gewoon heel veel outfits mee in mijn hoofd. En natuurlijk zit aan de binnenkant ook het bekende Burberry ruitje. Dus ja, dat is wat ik allemaal heb gekocht. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te kijken. Als dat zo is, geef dan alsjeblieft eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. Ook kan je me volgen op Instagram, dat is @RedRidingHood. Daar kan je zien hoe ik al deze items ga combineren. En mocht je geïnteresseerd zijn in de artikelen die ik heb gepast, voor zover dat lukt, zet ik de linkjes in de beschrijving hieronder. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doeg!